Maar Onogashi Takisma et Anterunu. Ik tek Uno gebied over. Ja, en omdat we dat op uit dat pisto dat de man vindt dat jong. We professeel onder orde voor stoders. Lek Uno aprechtja in Akondri. De redenen waarom wij inheemse gebruik maken van ons recht om te protesteren en welke wij wilden overhandigen op 25 november. Dit wilden we overhandigen aan de president. De druk op onze inheemse gebieden in het algemeen en in het bijzonder op onze gebieden in Para is nu onhoudbaar geworden. Dit omdat de stad oprukt naar onze gebieden en hierdoor de grondroofhonger steeds meer en meer toeneemt. Opeenvolgende regeringen die ons en onze gebieden zouden moeten beschermen, geven concessies en grondhuurbeschikkingen weg. Dit terwijl er een vonnis van het Hooggerechtshof van de OAS ligt, waarin de staat Suriname opgedragen wordt om onze rechten te erkennen. In plaats daarvan worden we zonder enig respect steeds verder onderdrukt. Onze toekomst en dat van onze kinderen ligt in onze handen en is, als we het willen geloven of niet, momenteel in groot gevaar. Onze gronden, welke de basis is van ons bestaan, wordt brutaal aangevallen. Wat is er gebeurd? Wat zijn de misstanden? Pikinpoika, grond in het midden van het dorp is geroofd van de inheemse, verkaveld en verkocht. Mata, 200 hectare afgepikt van Mata, verkocht en doorverkocht. Activiteiten van de laatste koper, een Chinees, is door kordaat optreden van het bestuur, het volk en OSIP stopgezet, maar het gevaar is nog niet geweken. Powaka, concessies en beschikkingen in het dorp uitgegeven. 2200 hectare om 800 hectare is stopgezet door het dorpsbestuur, ondersteund door OSIP. Concessies voor afgravingen en opslagplekken voor hout gegeven aan individuen. Gevaar bestaat er nog. Kasipora, nu een aanvraag van 20 hectare binnen het leefgebied. Hollandse Kamp, Witsanti, deze zitten in het concessiegebied van de luchthaven. Probleem nog levensgroot aanwezig. Philippe Chiquabana. Problemen nu met enkele plantages en op dit moment ook marons die zeggen beschikkingen te hebben. Pikin Saron, kort geleden is er bovenwaarts een scalian geplaatst die het water vergiftigt, waarvan inheemse afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud, visvangst en verkoop. Jullie verkopen ook die vis die bij ons vandaan komt. Denkt u dat het alleen daar blijft, het gif? Het komt helemaal hier in de stad. Kabenda dorp, 800 hectare in grondhuur verstrekt. Laatste koper is Sarju. 1 maand geleden, de kapitein heeft aangegeven dat ze hun terrein, waarop vele inheemse wonen, nodig hebben. En dat ze moeten praten. De superrijke Dilip Sarju. Dit is een greep van de vele praktijken die er op dit moment plaatsvinden met betrekking tot grond. En gisteravond was er een persconferentie van de regering, zonder de vicepresident overigens. Onder leiding van de president. En de president heeft binnen luttele seconden gezegd dat de wet grondconversie spoedig zal worden aangenomen in de DNA. Dat dit valt binnen het herstelplan en dus een vereiste is van de IMF. Dat middels grondconversie er financiële middelen binnenkomen voor de staatskas. Wij inheemse, de oorspronkelijke bewoners van Suriname, zeggen: niks grondconversie. Ons land wordt niet verhandeld. Wordt er een besluit genomen voor de DNA-leden? Hoezo is er grondconversie een vereiste van IMF? Hoe komt het in het herstelplan zonder goedgekeurd te zijn door de DNA? Wij inheemse zeggen, regering van Suriname, DNA, volk van Suriname, de grondrechten van inheemsen en de tribale volken liggen al jaar en dag op tafel van de overheid. De grondrechten van inheemse en tribale volken dienen uw prioriteit te zijn. Er ligt een vonnis die ten uitvoer gebracht dient te worden. Grondconversie? Nee! Nee. Grondconversie? Nee! Grondconversie? Nee! Grondrechten? Nee! De grondrechten? Ja! Grondrechten? Ja! Oké.